In de hal aan de Grote Combiweg is gisteravond de presentatie geweest van het pilotproject Mission 21. Het aanwezige publiek kon de resultaten bekijken van het proces. Dit heeft allemaal een jaar lang geduurd. Mission 21 is een project bedacht door de kunstenaar Miguel Keerveld van de Stichting Education and Arts EDA. Hij is ook alumni of afgestudeerde van een uitwisselingsprogramma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Patrick Garrity van de Public Affairs sectie van de Amerikaanse ambassade gaf aan dat het ministerie via het Alumni Engagement Fund initiatieven van de alumni ondersteunt en promoot. 1000 alumni hadden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken projectvoorstellen ingediend. Slechts enkelen zijn uitverkoren, onder wie Keerveld, zegt Garrity. The project itself is fairly unique. It's something that spoke to us as an embassy. It's something that we were very happy to put our name on and put our efforts behind in promoting it and sending it along to the Department of State for final approval. It really is about building civic engagement among the youth. The youth, Miguel, when he proposed it, he said youth from disadvantaged backgrounds, but I don't like that term. We'll just say less than privileged individuals, which is, I think, the majority of us. But it gives them the ability to operate in an environment with which they're not familiar, with which maybe they're a bit nervous, they're out of their element, so they're working in the art field. And Miguel paired them with different artists, and through that experience, they learned to express themselves through art, with the hope being, and the goal being, that they then are more comfortable expressing themselves in other arenas in which they're not that familiar. For example, civic engagement. A voice in the future of Suriname. Het project Mission 21, Hand in Hand into Active Participation, is in 2017 gestart door Stichting EDA. Jongeren en kunstenaars hebben vanaf toen gewerkt aan één doel, namelijk het ontdekken van je eigen kracht. Het project is vooral als onderzoeksactiviteit uitgevoerd om te weten te komen hoe kunst als educatief middel kan werken voor jongeren, en om te zien welke impact het werken met jongeren heeft op kunstenaars. Het project begon met diverse creatieve activiteiten met 5 kunstenaars en 130 jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar en is uitgevoerd in 8 jeugdopvangcentra. Hieruit zijn 22 jongeren geselecteerd die in workshops kennis maakten met 4 kunstvormen en daarna in een kunstvorm naar keuze konden werken aan de verdieping vanuit het thema Wie ben ik?